Jim. Hey, dag Mariaan. Vandaag gaan we dus weer oefeningen doen zonder materiaal. Jim gaat alles weer op de stoel meedoen. Ik doe alles rechtstaand. Ga ik weer te snel? Ja, zoals ik al veel heb horen vertellen, doe het een beetje trager. Ja. Ik probeer ook de mensen te bereiken die nog wel heel fit zijn, dat zij ook het kwartiertje een beetje kunnen doorwerken. Hè, Jim? Ja. Dat is de bedoeling. Hè. Goed, we gaan eerst weer starten met opwarmen. Dus we gaan marcheren. Alles weer goed opwarmen. En dan kunnen we er aan beginnen. We gaan starten met hakken van de hielen. Ja, dus je hakt de hielen. Eigen tempo. Tenen mag je goed opwaarts trekken. Dat is het, hè. Heel goed. 4, 3, 2, tik opzij. Je tikt opzij. Ja. Heel goed. Dus nu strek je je teen zijwaarts en je tikt de grond. Eigen tempo. 4, 3, 2, marcheren. Deze gaan we zelfs herhalen. Dus hakken van de hielen en zijwaarts tikken. 4, 3, 2 en 1. Dus hak en hak. Heel goed, hè? Tenen omhoog, je weet het. Nog 4, 3, 2, 1. Zijwaarts tikken. Tik, 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 tik. Strek je tenen zijwaarts. Voilà. Come on, hè. 4, 3, 2 en 1. Marcheren. We gaan die polsen weer losmaken. Dus goed draaien. Buigen in die polsen. Andere richting. Draaien. Heel goed. En los. Oké. Schouders op en neer. Op en neer. Op en neer. Duw ze opwaarts. Ontspannen neer. Nog 3, 2, 1. Afwisselen rechter en linkerschouder. Heel goed, hè? Nog 4, 3, 2, 1. 3 grote cirkels naar voren maken. Inademen en uitblazen. Inademen en uitblazen. Laatste keer. Achterwaarts. En uitblazen. Inademen. Uitblazen. Laatste keer. En uit. Voilà. De nek nog losmaken. Naar beneden. En naar boven kantelen. Niet te ver achteruit kantelen. Laatste keer. Oké, links en rechts over je schouder kijken. Rekking in de nek voelen. Nog 1 keer. Voilà, rond het potloodje draaien. Ja, de zijwaarts. De zijkant van de nek laten rekken. Nog 1 keer. Oké, alles los. Voilà, supergoed. Alles is goed opgewarmd. Dan gaan we erin vliegen en we gaan starten met 4 tellen. Gaan we rustig voorwaarts tikken en daarna gaan we 8 tellen goed doorstappen. Oké. 3, 2, 1. Hier gaan we, ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1. 2, 3, 4. Eigen tempo. Come on. 6, 7, 8 en 1.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3. Laatste keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan boksen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3. Heel goed. 4. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een keer. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Laatste keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tik je knie. 2, 3. Marcheren. 1, 2, 3, 4, 5. Tik je knie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Als het te snel gaat, doe het trager. Hè? Zoek je eigen tempo. Kom aan, hè. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laatste keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Dat is al een beetje voor de conditie, hè? Ja, ja, klopt. De hartslag mag natuurlijk een beetje naar boven gaan bij deze oefening. 30 seconden. Eventjes rustig in- en uitademen. En dan gaan we herhalen. Dus onze eerste was tik voorwaarts, dus vier keer met de tenen tikken, snel marcheren. Onze tweede was het boksen, ja, en onze laatste de knie aantikken. Oké, hier gaan we, ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké. Boksen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kanalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Laatste keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De knie nog. En 1, 2, 3, 4. Marcheren. Gebruik je armen mee, hè. Kom aan, hè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Laatste keer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Woehoe. Goed gedaan, hè, Jim? Oké, eventjes rust. Goed in- en uitademen. Supergoed bezig daar, hè. Kom aan, hè. Kennen jullie nog een X-step? Dat was de X die we op de grond maken. Dus je stapt naar voor, midden doe je de voeten samen en je stapt naar achter. Ja, dat je een X maakt. Die gaan we doen als volgende. Oké. De armen die gaan voor, heup, heup. Oké. Hier gaan we, ja. Dus X en achter. Ik doe eerst de benen mee. Jim doet de armen. Achter. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter. Oké. Dan gaan we naar de grapevine. We gaan zij, achter, zij. Zij, achter, zij. We gaan klappen, hè, Jim. Dat is wat plezanter. Zij, achter, zij. Zij, achter, zij. 10 seconden nog. Come on. Laatste keer. Hop. En hop. Oké, voilà. We zijn er. Squathouding. En we gaan de hielen van de grond heffen. Ja, dus je mag handen tegen elkaar. En afwisselend je hiel opwaarts brengen. Bovenbenen spannen we goed op. Dat zie je. En de
kuiten gaan we opspannen door die hielen mee naar boven te brengen. Hè. Come on, hè. Vijf, vier, drie, twee, één. Los. Voilà, hè. Heel goed. Dat waren het tweede deeltje, die drie oefeningen. De eerste was onze X-step. Onze tweede noemen we de grapevine. Ja, of onze kruispas. En onze laatste is onze squat met de hielen optillen. Oké? Klaar voor? Ja, ik ben klaar. We gaan herhalen. Oké. 3, 2, 1. We starten met de X. Ja. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter, midden. Voor, midden, achter. Heel goed, hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, grapevine. Zij, achter, zij, zij, achter, zij, zij, achter, zij. Is het te moeilijk? Kan je ook gewone stapjes zetten, dus de step touch met de voeten doen. Ja, die is iets gemakkelijker dan onze kruispas. Nog 10 seconden, hè. Kralen, Jim. Hey. Zij, achter, zij. Zij, achter, zij. En onze laatste. Squatten met de hielen naar boven. Ja, hier gaan we. Heel goed, hè. Kunnen we wat uitblazen van de vorige oefening. En ondertussen die spieren opspannen. Hè. Kom op, hè. En nog 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, super. Gaat goed, hè. Als je merkt dus, het is te snel, het is te hevig, probeer iets voor jezelf te zoeken dat je wel kan meedoen. Ja. De bedoeling is dat we iedereen een beetje proberen te prikkelen. Hè. Come on, hè. We zijn aan de laatste drie oefeningen gekomen. Ik ga een staptik achterwaarts doen en we gaan onze armen achteruit trekken. Dus Jim gaat de oefeningen met de voeten doen. Staptik achter. Ja, voilà. Dat is hem. Klaar, hier gaan we. Ja. Dus stap ik achter. Ja. En ik ga de armen achteruit trekken. Ellebogen naar achter. Des te groter je stap, des te zwaarder voor die benen. Dus dat kan je zelf kiezen. Doe je het wat kleiner. Ja. Dus minder intensief, minder zwaar voor de benen. Hè. Je kiest zelf. 4, 3, 2, 1. Scoop naar voren. Je tikt. Stap bij, stap bij, stap bij, stap bij. Doe mee. Dus je gaat een beetje links en rechts. Ja, hier gaan we. Hop. 2, 3. En achteruit. 1, 2, 3, 4. Laatste keer. En achter. Oké, voilà. Bij de laatste. Jim gaat de armen doen. Ik ga een lunge achteruit doen. Ja, doe maar. Dus de knie staat mooi boven de voet. En je zet je teen achterwaarts. Ja. Schouders zijn op de kapstok. Rug is recht. Ja. 3, 2, 1. Even rust. Ja. Dit zijn de laatste drie oefeningen. Dus we gaan er nog alles voor doen. Ja? Ja. Dan hebben we dat kwartiertje gehad. Hè? Dan nemen ze ons niet meer af. Hè? Ja. Dus we gaan weer beginnen. We begonnen met tik achterwaarts. Met de armen voor en achterwaarts. Dat die ik ga doen. Klaar. 3, 2, 1. Ja. Stap, tik, stap, tik, stap, tik. Ja, doe maar mee, hè. Zoek je eigen tempo. Dat is het, hè. Come on, hè. Hop, hop, hop.
Come on, nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, naar voor en scoop. 2, 3, 4 en achter. 2, 3 en 1, 2. Jim is ondertussen voorwaarts aan het tikken, dus dat kan je ook meedoen op de stoel, hè? Ja? 1, 2, 3, 4 en achter. 2, laatste keer. En 1, 2, 3, 4 en achter. 2, 3, lunges achteruit. Armen zijwaarts brengen. En voor de borstkas, hè? Ja? Afwisselen van voet, degene die de lunges aan het doen zijn. Schouders ontspannen, rug recht. Heel goed, hè? 10 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, voilà, supergoed gedaan. We gaan eens even reiken naar onze tenen, dat we een beetje kunnen stretchen. Dus Jim gaat rustig rollen naar de voeten. Ja, en ik rol zo op deze manier. En naar die tenen. Eventjes voelen rekken. En dan rollen we rustig terug. Alasse, blijf rustig in- en uitademen, want dat was een pittig oefeningetje, hè, van 15 minuten. Oké, Jim. Ja. Voor morgen. Morgen halters of gewichtjes. Iets om in de handen te houden. Ja, super. Oké. Goed gedaan. Ciao, ciao. Dag. Dag.